Lange Frans was wel degene die wel een naam had gemaakt bij de spitbattles in de Paradiso. Voor, ik zeg maar, de verhouding commercieel versus freestyle was hij de beste. Ja. Ik vond hem wel een van de gekste freestylers. Ja, en hij had hits. Hij was een van de weinige guys die dat allebei had. Heb jij gefreestyled vroeger? Nou, alleen omdat de spitbattles was en omdat 8 Mile er was. Dus ik freestylede dan met vrienden. Maar ik heb me nooit in durven te schrijven bij de spitbattles toen de tijd. Moet je dus kunnen freestylen als rapper zijn? Ik denk dat de beste freestyles zijn gewoon freestyles die je doet met je vrienden gewoon in de kamer. En dat je gewoon kunt gaan en dat je vrienden in ieder geval gewoon als je armatisch kunnen zeggen van blij dat je een freestyle hebt gegooid. Want dat is waar een freestyle voor is. Is gewoon, die moet even, die maakt alles los.